De hoofdrolspelers van Limburg Paardensport. Jan Jansen, je zegt het is de kerst op de taart voor Limburg Paardensport, Jim. Is die daar nu al geweest, dat gala? De kerst op de taart? Ja, we hebben natuurlijk het gala gehad, maar dat doen we voorafgaand aan de kerst op de taart. Dus we hebben het toetje of we hebben het voorgerecht gehad. En het hoofdgerecht, dat doen we vandaag. En het toetje doen we zondag als het afgesloten is met een lekker flesje champagne. Ja, want wat is het belang van jumping in Maastricht voor jullie? Nou, voor ons natuurlijk heel belangrijk om echt het publiek te laten zien waar de paardensport, zeg maar, is een topsport toe in staat is. Dus we hopen op full exposure. En die krijgen we ook. Want uiteindelijk zijn we een sportplatform. Maar ja, een sportplatform kan niet bestaan als je niet zorgt dat op het gym bijvoorbeeld niet alleen topsporters zijn, maar ook de kleine kinderen van vanmorgen. Ja, jullie bedienen eigenlijk de hele maatschappij, zeg maar. Het gaat van basisschoolkinderen tot sponsoren, ja, tot bedrijfsleven, tot, ja, topsport. Ja, we hebben inderdaad een integrale aanpak, hè, want die paardensport is natuurlijk niet alleen sport, maar ook gewoon een grote economie. En we zijn eigenlijk best blij dat we de afgelopen 10 jaar speerpunt sport mochten zijn van de provincie. Hè, want daar hebben we toch wel een gedegen fundament gelegd voor die sport hier in Limburg. Want ik denk dat we toch echt een hippie hotspot op de wereld zijn. Ja, en als je de wereldspelers hier naartoe wilt halen, ja, dan moet je ook een Grand Prix organiseren. Want die komen niet op een lokaal concours, dus ja, die heb je hier bij elkaar. Ja. En lukt dat om internationaal de aandacht te trekken? Ja, dat denk ik zeker. En we zijn natuurlijk hartstikke blij dat Jumping in Maastricht nu voor het eerst sinds een aantal jaren weer georganiseerd kan worden. We weten allemaal waarom. Maar ja, dat is gewoon een hele belangrijke ontmoetingsplek ook. En midden in inderdaad die internationale hotspot die we hier in West-Europa hebben. Ja, ja. We hebben het gala gehad als begin van de kerst op de taart. Ja. Daar zijn de oeuvreprijzen uitgereikt. Om te beginnen, er zijn prijzen uitgereikt. Ja. En de oeuvreprijs die gaat naar meneer Erens. Ja, maar Rob Erens. Want ja, ondanks dat hij, denk ik, ik heb begrepen, 3 Olympische Spelen heeft gereden. Tientallen wereldbekers heeft gewonnen. Is wel een meneer, wat dat betreft. Ook als bondscoach alles gewonnen heeft wat er te winnen is. Initiator is van de Future Pros en het talentenprogramma in Limburg. Ja, is Rob natuurlijk altijd heel gewoon gebleven. En dat siert hem. Maar ook wel leuk om te vertellen is toen wij 10 jaar geleden, hè, want uiteindelijk onze stichting is ruim 10 jaar bezig. Die bondscoaches zijn altijd belangrijke ambassadeurs geweest, ook van onze stichting. En eigenlijk heeft Rob zich ook van begin af aan voor onze stichting ingezet. En ieder jaar hadden we hem de Euvelprijs willen geven. Maar ja, ieder jaar deed hij er weer een schepje bovenop. En nu was het toch een keer de tijd om hem in het zonnetje te zetten. En ik moet zeggen, Emil Hendricks deed dat op een hele speciale manier. Ik denk dat iedereen kippenvel had. Het was niet zozeer, we gaan een envelopje uitreiken en kijken wie hem wint. Want het hele publiek was het gewoon duidelijk dit jaar. Er is maar 1 man die Euvreprijs verdient en dat is Rob. Dus die werd ook meteen naar voren geroepen. En kippenvel toen het verhaal verteld werd waarom. En ook toen zijn zoon nog opkwam. Want Rob kan goed vertellen, maar zijn zoon deed er ook nog een schepje bovenop. En dat geeft ook wel wat speciaals aan zo'n gala. Gala is natuurlijk de emotie die je probeert te prikkelen. En als je ziet dat mensen een traantje wegpikken, dan is dat fantastisch. Ja, en de sporter van het jaar, dat is dan natuurlijk ook een duidelijke prijs en een belangrijke prijs. En voor wie was die? Ja, we hadden eigenlijk 2 sportprijzen. De Talent Award en de Topsport Award. De Talent Award ging naar Brent Jansen in het mennen, met ponymennen. En Sanne Thijssen won de Topsport Award. Ja, allen bekend natuurlijk ook. Ja. En hier ook weer aan de start. Ja. Op gym. Ja, dus zeker absoluut. Hele belangrijke ambassadeurs ook voor onze sport. Allebei, ja. En als we nou naar wat eerder vandaag kijken. Er zijn meer dan 1000 basisschoolkinderen volgens mij geweest, hè? Ja, we hebben vandaag 1400 kinderen met 100 begeleiders gehad. Ja, shit. Ja. Ongeveer 25 bussen zijn af en aan gereden in 3 shifts vanuit alle uithoeken uit de provincie. En met meer dan 100 vrijwilligers ervoor gezorgd dat al die kinderen allerlei leer- en doelactiviteiten hebben kunnen doen. En wat dan bijvoorbeeld? We zijn bij een hoefsmid geweest bijvoorbeeld, of een dierenarts, een paardendierenarts natuurlijk, een paardentandarts. Ze hebben zelf een parcoursje gesprongen, ze konden natuurlijk sport kijken, ponies knuffelen, poetsen, zo noem maar op. En wat is dan het doel van die actie? Ja, we willen ze graag natuurlijk kennis laten maken met paardensport. En waar kan dat nog beter dan hier, waar je natuurlijk allerlei facetten eigenlijk bij elkaar kunt brengen.
Ja, dan is dit eigenlijk geen betere plek inderdaad. Want het mooie is dan ook omdat je natuurlijk ook bijvoorbeeld hier de voerleverancier hebt die kinderen ook wat kan laten zien en voelen als het gaat om het voer voor het paard. Een transporteur die hier een grote vrachtwagen heeft staan waar ze dan een mooi inkijkje in kunnen nemen. En dat is eigenlijk heel mooi dat je dat natuurlijk als sector ook gezamenlijk kunt doen op zo'n meeting point als hier. Ja, denk je dat dit een plek is waar bijvoorbeeld jonge kinderen die hier natuurlijk ook rondlopen, een plek is waar ze echt verliefd worden op de sport en dus ook daarmee doorgaan? Nou, ik heb de reacties vanmorgen gezien, ik denk het wel. Ik zou nog kind willen zijn en dat meegemaakt willen hebben. Uiteindelijk wat je doet, je prikkelt natuurlijk de emotie van zo'n kind en kind en paarden. Ik gun ieder kind de paardensport, want het is de beste opvoeding die je kunt geven. Ja, ze krijgen een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En wat je natuurlijk hoopt is dat die kinderen straks 17, 18 zijn. Dat ze denken van, hé, we zijn vroeger eens bij Jim geweest. We hadden toen zo'n leuke kinderdag. We gaan weer eens een keer terug. En ik denk dat misschien ook wel de reden is dat we de afgelopen 20 jaar dat een beetje vergeten zijn. Vroeger ging ik, toen ik begon met sporten, toen ging ik naar een lokale boer en ging ik het op een pony zitten en je komt aan de gang. Dat kan nu niet meer, hè, want ja, de boeren zijn er ook steeds minder. En op deze manier laten we die kinderen toch kennis maken met de sport. En de Jimmy-middag is altijd als eerste uitverkocht. En over 10 jaar, ja, dan is de avond als eerste uitgekocht. Want dan willen die gaan stappen. Dat is spektakel, ja. Ja. Jan, wanneer heb jij de laatste keer op het paard gezeten? Oh, dat is heel lang geleden. Nee, ik heb eigenlijk al heel jong ben ik gestopt. Ik had een paard die heette Robert. Robert? En Robert heette die. Dat was nog een halve koudbloed, geloof ik. En ik heb 1 jaar of 6 mogen rijden op dat paard. En ik geloof 2 keer een eerste prijs gehaald bij een boer die bij ons ook in het bestuur zat. En toen mijn vriendin het paard ging rijden en in 1 jaar van de 12 starts 10 keer won, ben ik maar besloten om bestuurder te worden. En eigenlijk is dat wel een leuk bruggetje, want zondag hebben we die young leaders, of hoe noemen we het, de KNS Young Leaders, jonge bestuursleden hier. En die hebben mij gevraagd van Jan, vertel eens een verhaal wat je die gaat vertellen. En ik denk dat ik ze inderdaad ga vertellen waarom ik vroeger bestuurder ben geworden. En toen was ik overigens volgens mij 17, 18 jaar. En nu ben ik 40 jaar verder en toch wel trots dat ik nu bestuurder mag zijn van Jumping Indoor Maastricht en de Stichting Limburg Paardensport. Ik kan me goed voorstellen. Mag ik het jou nog vragen wanneer je de laatste keer op een paard hebt gezeten? Is dat deze week nog geweest? Ja, eergisteren. Ja. Gisteren de hele dag druk natuurlijk voor het gala, maar eergisteren, ja. En dan maandag weer? Maandag weer, ja. Okay. Dus die heeft even een paar dagen adempauze. Allerlaatste, wie gaat winnen zondag? Sanne Thijssen. Wat denk jij? Familie Thijssen. Ik, iemand uit de familie Thijssen. Okay. Dankjewel. Merci.